Oud FC Groningen spits Erik Nefland is eregast in Ureborg tijdens het bekerduel tussen FC Groningen en Ajax. Nefland sloot vorige maand zijn actieve voetbalcarrière af bij Viking Stavanger en krijgt als dank voor zijn succesvolle jaren bij FC Groningen tussen 2004 en 2008 een eerbetoon in de Groene Kathedraal. Ik ben al een jaar geleden van Henk Veldmaat uitgenodigd, maar toen ik zelf speelde was het moeilijk omdat ik op dezelfde tijd ging spelen. Dus dat maakte het lastig. En nu toen ik gestopt heb, heb ik ook weer die uitnodiging gekregen. En nu past het wel en dan heb ik het graag gedaan. Goed jou te zien, man. Ja, je ziet er goed uit. Ja, ik heb dikke kleren aan, ik heb een dikke trui aan. Ja, je hebt niet veranderd. Nee, hè? Nee. Leuk om je weer te zien, hè? Hartstikke leuk. Ja, jij ook. Ja. Welke oude bekenden ben je allemaal al tegengekomen? Oh, veel. Veel van dezelfde mensen ben nog steeds werkzaam bij de club. En die heb ik. En ik heb ook Martin Drent, Djibril Sanko en Paul Matthijssen tegenaan kunnen lopen. Dus heel leuk. Is veel van dezelfde mensen hier nog? Ja. Maar dat is goed. Ja, dat is mooi. Prima. Ja, dat is hartstikke leuk. Goed. 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 Doe ook. Fijn. Ja, graag van Mats. Ah, het is dit maar winkel, zo. Na de warming-up van FC Groningen en Ajax is het tijd voor de huldiging op het veld. En dat wordt een emotioneel moment. Erik is hier vandaag bij ons de gast, eregast, samen met zijn gezin. Dank u wel. Bedankt voor alles, hè, jongen. Alsjeblieft, jongen. Mooi, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat was heel goed. En ik weet niet wat te zeggen, maar ik heb gewoon een goed gevoel. En ik ben trots en dankbaar. Ga ik even iets uit mijn binnenzak halen. Ik kreeg namelijk voor de wedstrijd een oud krantenartikel. Erik Nefland wil carrière graag afsluiten bij FC Groningen, 2006. Toch niet helemaal aan je woord gehouden. Nee, dat heb ik helaas niet. Maar ik wil graag. Zo, je weet, ik heb het niet beloofd, maar dat is natuurlijk zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar nu is het niet zo gebleven. En ik ben blij dat de dingen met mijn carrière en hoe dingen is gelopen. Weet je wat de supporters helemaal willen? Nee? Dat jij de nieuwe algemeen directeur wordt. Ja, ja, dat kan ik niet. Daar hoef je niet zorgen te maken. Daar hoef je niet voor te studeren. Nee. Het mooiste moment van de avond is de ereronde van Nefland over het voor hem vertrouwde veld van Ureborg. Het is natuurlijk bijzonder als je al een afscheid hebt genomen en dan weer het veld mag lopen en iedereen bedanken. Dat is, doe je iets. Met Erik Nefland besluiten we de laatste reguliere uitzending van FC Groningen TV van dit jaar. Volgende week zenden we een drie kwartier durende special uit over de reis van de FC Groningen supporters naar de laatste wedstrijd van Nefland en de periode van de Noorse spits bij FC Groningen. De reguliere uitzendingen van FCG TV worden hervat in de derde week van januari. Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen.